Spelen is leuk, maar nog leuker is het als kinderen er wat van leren. Zo zijn er in de meeste speelgoedwinkels dozen te koop met thuisexperimenten. Zo kunnen kinderen zelf proefjes doen met planten, elektronica en zelfs chemicaliën. Maar eerst ga ik zelf een paar proefjes doen. In de doos zit een klomp groene boetseerklei en daarmee kun je een miniatuur vulkaan kleien. Dat ga ik nu even doen. Nou, dit is ongeveer de vorm van een vulkaan. Ik maak nog een kratertje bovenin. Zo. Dan heb ik een miniatuur vulkaan. En daar doe ik wat zuiveringszout in. In de krater van de vulkaan. Zo. En een beetje rode kleurstof erbij. Zo. En tenslotte voeg ik een paar druppels azijn toe aan het mengsel in de krater van de vulkaan. Dat doe ik nu. Oké, nou stroomt de lava uit de vulkaan. De vloeistof die stroomt nu over de rand en die sist en schuimt nogal. En dat is dus de vulkaan. Proef nummer 2. Ik ga plastic maken uit slagroom. Daarvoor neem ik een pan en daar doe ik wat slagroom in. Zo, en dan ga ik het verwarmen en ik roer het een tijdje. Inmiddels kookt de room en nu pak ik een beker azijn. En dat voeg ik vervolgens toe aan de slagroom. Zo. Ik roer even verder. De vloeistof wordt wat dikker. Nou is hij heel dik geworden. Nou giet ik de vloeistof af en overblijft een dikke klont rubber. Ik heb plastic gemaakt. Sluiten. Hebben kinderen nou wat aan zo'n chemiedoos en leren ze er ook wat van? Goedenavond. Goedenavond. Nou, ik heb dus bij de HEMA, bij de Intertoys, daar zie je dus die chemiedozen te koop. Wat vindt u van dat soort dozen? Niet zo heel erg veel. Ik vind dat ze maar heel beperkt en heel kort iets vertellen over de chemie. Ze beperken zich voornamelijk tot wat reacties met zouten. En ja, dat kan je eigenlijk net zo goed zelf regelen. Ik zou het veel verstandiger vinden als mensen gewoon een boekje met wat leuke experimenten zouden kopen. En dan het materiaal wat je daarbij dan nodig hebt, kan je in principe bij een fatsoenlijke drogist kan je dat kopen. Dat geldt ook voor de zouten die in dit soort chemiedozen zitten. Ja, er zaten niet zo heel veel chemicaliën in, maar 3 stuks een zuiveringszout, ijzerpoeder en zand. Daarnaast zaten er wel heel veel instrumentjes bij, ja, reageerbuisjes, pipetten en dat soort dingen, spateltjes. Weten ouders dan wel wat ze voor hun kinderen moeten halen eigenlijk? Ik zou ouders eerder aanraden om in de boekhandel eerst te zoeken naar een boek met leuke experimenten. Die zijn er wel op de markt. Of je kan kijken bij de stichting C3, dat is een stichting die zich bezighoudt met experimenten op het gebied van de scheikunde voor zeg maar, de grensbasisschool, beginmiddelbaar onderwijs. En op basis daarvan zou ik dan dingen gaan aanschaffen. Dat is veel goedkoper dan zo'n chemiedoos, want ik weet niet precies wat die dingen kosten, maar dat is meestal een paar tientjes. En nou, materiaal, daar kan je gigantisch veel glaswerk en materiaal verkopen bij een drogist. Het probleem bij dit soort setjes is dat het na 1 of 2 keer ben je klaar met de experimenten en dan loopt het dood. En dan kun je veel beter leerlingen of kinderen stimuleren om met eigen materiaal verder te gaan. Dat blijft en dat blijft dan ook veel beter.